Hoi allemaal. Happy New Year! Het is vandaag de eerste weekvlog in het hele nieuwe jaar. Dus super leuk dat jullie kijken. Het is nu 1 uur. Ik heb vanochtend een beetje administratie gedaan. Een beetje geëdit. Ik ben nog niet helemaal klaar. Maar ik ga even naar de supermarkt om een boodschap te halen. Want ik heb honger. En ik kan een tosti maken. Maar ik heb geen fucking kaas gehad. Ik had een blok kaas van mijn oma gekregen. Echt zo'n lekkere, goede kaas. Maar ik heb gewoon geen kaasschaaf. Dus ik ga even naar de appie kijken of ze daar een kaasschaaf hebben. En ik wil vandaag ook naar de toko gaan. Maar dat ga ik denk doen na het sporten. Want ik ga rond 5:30 sporten. Shit, is die dan nog wel open? Want hij zit dus dicht bij mijn sportschool. Open tot 6. Ja, dat gaat hem dus niet worden. Oh, ik moet ervoor. Maar dan kan ik dus niet koude dingen halen. Maar ja, dat hoeft ook niet per se. Ja, ik denk dat ik dan voor het sporten ga. Ja, het zit best wel dicht bij mijn sportschool. Dus nou, dan doen we dat wel. Hongkong Superstore. Dat ook vind ik echt geweldig. Ik wil namelijk van die noedels gaan maken. Weer voor een mukbang. En ik ben daar zo obsessief mee. Ik moet af. Dus dat gaan we doen. Maar ja, we gaan eerst even op zoek naar een kaasschaaf. Echt geen zin om ergens anders in te lopen. Maar voor mij heeft de Albert Heijn best wel veel tools, zag ik dus. En ik heb echt gekut, gewoon een OV-boete van 160 euro. En ik heb gebeld met Duo, met school, met alles. Maar ik moet gewoon betalen. Set life. Oh my god. En ik zag dus een TikTok-hack. Dat als je zo aluminiumfolie eroverheen doet, dat je kaars weer goed wordt. En het werkt gewoon oprecht. Want het zat helemaal tot aan boven. Zeg maar. Maar dit is toch top? Dan gaat hij steeds beter worden. Yay. Ik vond het zo zonde van een kaars. Oh my god, yay. Ik heb kaasschaaf gevonden. En ik heb ook nog veel meer gekocht. Want je hebt dus een soort Turkse supermarkt naast mijn Albert Heijn. En daar hadden ze ook gewoon alle shit die ik wilde voor de noedels. Dus ik denk dat ik het vanavond ga maken. Superleuk. Ik denk dat ik er ook wel een mukbang van ga maken. Zo lekker. En ik heb ook nog rice cakes en zo. Dus ik heb ook even mozzarella kaas gehaald. En ja, echt benieuwd hoe het gaat smaken. Want vorige keer was zo lekker. Oké, kijk. Ik heb dus dit gekocht. En dit is dat Samyang pasta. Dus dan kan je gewoon altijd je eigen noedels maken. Zoveel cheaper en ook gezonder. Want dan heb je niet al die conserveringsmiddelen volgens mij. In ieder geval volgens mij is dit gewoon veel beter voor je. Ik heb in een milde smaak. Dan van die enoki mushrooms. Of hoe heet dat? Enoki. Fucking lekker zijn die door de noedels. Dan heb ik egg noedels. Ik weet niet wat voor noedels je eigenlijk nodig hebt. Dus als iemand dat weet, let me know. Wat ketchup. Mozzarella, salami. Ik heb even mozzarella voor hierop. En heb ik nu salami voor de pizza, of voor de tosti. Dus die ga ik eventjes maken. Want kijk, wat dit is van mijn oma gekregen. Echt een lekker stuk jonge kaas. Dus dan heb ik wel een kaas nodig. Oké, het is inmiddels een tijdje verder. Het is 7:45 al. Ik ga lekker special forces vips kijken. En ik heb even een pastaatje gemaakt voor mezelf. Dus daar ga ik lekker op eten. Ja, juist natuurlijk. Nummer 4 lijkt zich enigszins zorgen te maken. Het is inmiddels 12:00. Ja, ik ga nu echt slapen. Want het is al super laat. Ik morgen gewoon weer werken. Dus ik heb echt een kut ritme door kerst en oud en nieuw en zo. Dus echt heel mijn ritme weg. Ik heb vanochtend ook super laat uitgeslapen. Omdat ik echt nog moe was van oud en nieuw en zo. Maar goed, ik ga staan even bedden. En dan ga ik lekker slapen. En dan morgen werken. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Ik mag gisteren echt niet in slaap. Super verkouden keelpijn. Ik voel me echt niet lekker. Maar we gaan alsnog naar werk. We gaan het zien. Hopelijk ga ik me niet slecht voelen. En dus dat is gewoon met wakker voelen worden dat je zo opkomt. Het is inmiddels 4:00. En Merels is stil zit in een meeting. Dus ik kan niet zo hard praten. Maar ik ben nog niet al gaan werk. En het gaat best wel goed. Ik heb net even een rondje gelopen met Leila. En ik ga vanavond een mukbang opnemen.
spicy noodles ga ik maken met rice cakes en zo. Echt heel veel zin in. Dus ja, die staat denk ik al online als deze vlog online is ingevallen. Daar schreef ik naar. En ja, het is een chill dagje. Oké, ik ben thuis. Soms pakt hij het licht zo raar. Ik heb echt ziek veel honger. Echt niet normaal. En ik wilde ook echt veel honger hebben. Dus ik had met de lunch daarom ook alleen maar even één broodje op. Ik ga heel snel even een beetje make-up bijwerken. Dat ik er goed uitzie op de video. Ik voel me gelukkig een stukje beter. Je hebt vaak gewoon in de ochtend dat je niet helemaal fit bent of zo. Ik weet niet wat dat is. Maar echt heel veel zin in die noodles. Ik wilde dat eigenlijk gisteren al maken. Maar gisteren ging ik sporten en toen werd het een beetje laat. Kort voor 8 thuis of zo. Of toen ging ik pas eten. Dus dan heeft het niet heel veel zin meer. Oh, ik kan niet wachten om die noodles te gaan eten. Ik hoop niet dat het te lang gaat duren om te maken. Nou, vast niet. Ik vond het een beetje lastig als ik mijn make-up een touch-up geef. Wat doe ik dan op? Morgen heb ik super gezellig met Isa Luna afgesproken. Gaan ze hier mijn huis kijken. En dan gaan we even lunchen om de hoek bij Morgan en Mees. En nog even naar kantoor. Dus daar heb ik ook helemaal zin in. En ochtend ga ik eerst sporten bij Train More met Maggie. Train More is echt super chill en mooie sportschool hier in Amsterdam. En de vriend van Maggie werkt daar. Dus dat is wel gezellig. Dus dan ga ik naar NDSM. Want daar gaan we dan even sporten. Ik heb echt helemaal weer zin en motivatie om sport op te pakken. En ik wist ook wel dat het weer zou komen. Dus als jij soms ook even in een maand zit dat je denkt, nou, ik weet even niet waar ik het zoeken moet. Don't worry. Het komt allemaal weer goed als je zolang het maar weer oppakt. En ik merk dat ik het echt heel erg miste. Ik voel me gewoon zo voldaan als ik heb gesport, zeg maar. Als ik denk, ook al ben je gewoon gegaan, heb je op de treadmill gelopen. Weet je, boeia. Je bent gegaan, je hebt het geprobeerd. En het is beter dan dat je thuis op de bank zat. In Basic Fit staat altijd, ja, iets van een quote van: de reden dat je hier al bent is meer dan dat je op de bank zit of zo. Nou, dan iemand op de bank zit, ik weet niet precies. Maar zoiets, nou, het is dus wel echt heel erg waar. Dus ja, ook al doe je iets, beter dan niets. Beter iets dan niets. Zeggen we dan maar. Zo, was een snelle touch-up. Ik heb ook heel veel honger, dus ik ga gewoon lekker beginnen. Absolutely Fave Dior Lip Oil. Zo. Oké, ik lig nu op de bank. En ik ga The Parent Trap kijken. Dat is een hele oude film. Ik hoop dat die leuk is. Het duurt echt 2 uur. En ik wilde eigenlijk cinnamon rolls gaan maken. In ieder geval heb ik wel boodschap voor gedaan. Dus dat ga ik doen. Misschien moet ik eerst die cinnamon rolls maken. Nou, ik ga wel eerst even kijken of die film überhaupt wel leuk vindt. Ja, leuk hè? Heel leuk die bank. Ik ben met heel leuk. Isa. Hallo. We hebben net even lekker geluncht. Ik was alleen mijn vlogkamer vergeten. En hallo allemaal trouwens. Het is vandaag woensdag. Ja. Ik heb nog een lekker gesport. En we gaan nu even naar kantoor. Want Isa zit dus ook bij ons. Als talent. Dus we gaan even koffie doen op kantoor. En ja. Gezellig. Dus ik kwam even mijn huis kijken. Helemaal leuk. Echt heel mooi is het. Ah, zo lief, dankjewel. Oké, het is inmiddels 4:30. De hele dag gewerkt. En zoals je zag, heb ik vandaag lekker wifi's gedronken. Oké. Daar ging de camera. Maar goed, ik zei dus dat ik wifi aan het drinken was. En ja, ik vind het gewoon super chill, want het is dus een gebalanceerde drinkmaaltijd. Dus je kan het bijvoorbeeld als je lunch nemen. En het, ja, het is gewoon gezond, want er zitten 26 vitamine en mineralen in. Hoog in proteïne, vezels, lactose en glutenvrij en no added sugar.
En je zit er dus ook echt vet lang vol van. Dus dat is heel erg chill. Dus ja, echt een lifehack voor als je op kantoor werkt. Of als je bijvoorbeeld de hele dag naar school moet of zo. En of je ook geen lunch moet te maken. Je kan het gewoon pakken en meenemen. Dus ik vind het heel erg chill. In de beschrijving staat mijn kortingscode en linkje. Dus dan kan je bestellen. Ze hebben ook een starter pack. En dan kan je dus alle smaken een keertje proberen. En even kijken of het voor je werkt. Dus ja, waarschijnlijk kennen jullie het wel. Want ik heb het echt al super vaak laten zien. Maar ik vind het gewoon heel erg chill. Dus ik wil het gewoon even met jullie delen. We gaan nu. Nu? Ja. Ik wil trouwens nog één ding zeggen. Ja. Die hazelnootsmaak. Er komt niet. Oh, ik stop. Ik wou er veel van. Ik zeg, ik kun je niet over het chillen of zo. Die hazelnoot, die smaakt echt naar Nutella. Ja? Oh ja, ja. Ja, dit is een, volgens mij een nieuwe smaak in ieder geval. Maar het smaakt echt naar Nutella, vind ik. Wow, ja, best wel lekker eigenlijk. Ja. Ja, lekker zoet. Ja, normaal, het is vandaag donderdag. Ik ben nu op kantoor. En... Oké. Ik ga vandaag werken. Vanavond heb ik een etentje met Anna en Marouw, heel leuk. Een soort belated Christmas dinner. Ik ben een beetje moe. Volgens mij heb ik gisteren echt super weinig gevlogd. Maar het was wel echt een hele leuke dag. Heel gezellig. En you're all my favorite co-workers. Maggie. Cecile. Ik hoor al dat je een vlogstem hebt. Ja? Is dat echt een vlogstem? Nee, ja, meer van. Oh ja. Ja, ik heb gewoon niet gevlogd. Ik vind het echt afschuwelijk erg. Maar haar. Oh. Maar ik ben met Snabbel. We hebben een kerstdiner gehad. Ja. Maar alles is al. Cadeautjes van het popje. Ja. En we gaan nu lekker gin tonics maken. Uit mijn glas. Ja. Je moet wat? Ja, ik heb ook nog ijsklontjes. Staat u rek? Ja. Hoi. Kijk, dit is mijn camera. Dat is haar vlog. Ik weet niet of je er make-up... Ja, maar dat is helemaal lekker. Ja. Zie je dat dunner? Ik kan gewoon een broekzak doen. En dat is lekker. Hallo, ja. hallo. Zag je dat? Hij ging weer dicht. Oh, doe een foto van de foto. Inception. En ik heb wel die flitsen, hè? Ik weet niet of er heel veel te zien heeft. Wauw. Ja, dit is mijn camera. Ja. Voor prijs, maar ik ga denk ik een andere meenemen, hoor. We hebben ook zo'n hele leuke schuivert. Dan doe je zo... Oh ja. Dan komt het zo niet van. Ja, weet ik veel. Mijn vader heeft het allemaal gekocht. Oh, is mijn man. Wat? Van je vader. Ja. Hm. Nou, we zijn in Sara de Room. Ja. Heb je al ooit een roomtour gedaan? Ja, dit is de crisisbank. Alsof jij de vlogs niet. Nee. Nee, ik kijk de vlogs dus niet. Hoezo crisis? Dit was toch de crisisbank? Ja, dat is echt crisis, ja. Kijk, het is hier helemaal warm door de haard. Ja. We hebben helemaal behold. Wat een faker ben jij. Nee, een hele slechte job. De dit is een t-shirt. Een van de meest dichtbijstaande mensen, Stan en mijn ouders en zo, die kijken ook allemaal vlogmies. Je noemde mij Nepwaard. Ja. Nou, weet je wat het is? Ik vind het dan leuker, zeker nu we je weer wat vaker zien. Ik zal het even vertellen. Ja. Wat gaan we vertellen? Mevrouw. Zeker nu weer vaak. Ik kijk liever je vlogs niet. Kijk, we zien toch Marel en jou, is ja, leuk. Mij wil je niet zien hoor. Jawel. Met mijn kruin. Met... Vind ik het leuker om je verhalen in het echt te horen. Ja, snap ik. Alle juice, we hebben allemaal leuke juice. Ja, we hebben wel echt leuke juice. Mogen jullie allemaal niet weten. Maar, Stan vindt mij dus heel anders op mijn vlogs. En hoe gaan we over Stan? Jullie hebben nooit, jullie kennen, horen nooit aan Stan. Hey, inside Stan, information. Inside information. Hey, Stan zegt dus altijd van ja, ik vind jou dus gewoon heel anders. Heel anders, met het geloof ik wel. Want je gaat toch, ik merk het bijna aan mezelf, dat je toch wat... Maar je bent sowieso denk ik weer anders met je vriendin dan met je vriend. Ja, ook dat weer. Ja. Maar je bent altijd met iemand een beetje anders, ja. Toch? Ja. Nou, maar dat is gewoon, dat zit gewoon in ons instinct. Je past het. Ja. Maar we hebben gewoon... Zo, dat is een soort vlogger, hè? Een soort studenten vibe van... Ja, ja, nee, maar je pas je gewoon aan de mensen met wie je bent. Je blijft jezelf. Oh, je bent leeg. Doei! Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Gisteravond was super gezellig. Fucking veel en lekker gegeten. Ik heb een beetje een kater. Nou ja,
ik voel dat ik heb gedronken, zeg maar. En ik heb nu mijn eerste Pilatesles ever. Let's see what the hype is all about. Maar we hadden dus in de goodiebag gratis PLTS lessen gekregen. Dus ik ga het nu doen met Maggie. Maggie heeft het ook nog nooit gedaan. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe het gaat zijn. Oh, ik heb echt al een tijdje niet gevlogd. Vandaag was wel echt een leuke dag. Ik ben even een 9 straatje ingegaan met Maggie. En ja, het was gezellig. Daarna heb ik even school gemaakt thuis. En daarna heb ik eigenlijk niks meer gedaan. Het is nu 6 uur. Dus ik ga denk vanavond shrimp tacos maken. Want ik heb het nog over van gisteren. Omdat we eigenlijk zoveel hadden dat... Dat we helemaal niet überhaupt shrimp tacos hebben gegeten. We hadden dus eigenlijk vanavond Christmas dinner met werk. Maar twee teamleden van de 6 in totaal zijn ziek. Dus anders zitten we daar met z'n vieren. Dus ja, dat is dan ook niet echt gezellig. Dus ja. Dus dat hebben we verplaatst naar volgende week dinsdag. Dus dan ben ik een avondje alleen. En ik weet niet zo goed wat ik ga doen. Ik verveel me eigenlijk nu al een soort van. Het is ook altijd weer zo overdreven, ja. Alsof je wat moet doen op je vrijdagavond. Ik denk gewoon lekker shrimp tacos gaan maken. Lekker film gaan kijken. Lekker gaan chillen. Ook al doe ik dat al heel de dag. Al vanaf 2 uur ben ik echt gewoon niks aan het doen. Ik moet eigenlijk video editen, maar dat ik gewoon echt geen zin in. Boom. Dus ja. Oh my god, jongens. Deze tacos zien er toch geweldig uit. Lekker shrimp tacos gemaakt. Oh my god. En ik ga even een serietje kijken. Ik ga voor jullie even taste testen. Ik ga ook Ginny en Georgia kijken. Ik zet hem heel even pauze nog. Ik ga voor jullie... Dus ik ga er even eentje proeven. Cheers. Het is gewoon... Niet normaal, zo lekker. Ik heb onder een tomatensaus aan. Van tomaatjes, peterselie en ui. Dan heb ik avocado. Gebakken garnaal. Crème fraîche. Kaas, bosui. Jalapeno. Niet normaal. Ik ga er nog één maken hierna. Ik ga veel te snel op. Dit ga ik vaker maken. Niet normaal. Morgenavond. Het is vandaag zaterdag. Ik heb echt heel lang uitgeslapen. Het is nu bijna 11 uur. In ieder geval, ik was echt wel vroeg wakker. Maar ik heb gewoon even lekker in mijn bed gechilled. En ja, ik heb dan echt wat te doen. Ik ga nu sporten. Dus daar heb ik wel zin in. Leg day. Ik heb echt alleen zoveel spierpijn van die pilates gisteren. Maar goed. Ja, dat was wel echt super chill. Ik heb vandaag leg day en ik heb nog steeds pijn aan mijn legs. Maar ja. Ik ga even een smoothie drinken die ik heb gemaakt. Die zag ik dus op TikTok bij Isa D. Met mango, broccoli, spinazie, banaan. Nou, persienepoeder. Echt super chill. Alleen... Hij is dus lekkerder, want hij heeft nu in de koelkast gestaan, dus nu is hij eigenlijk een beetje gesmolten. Hij is lekkerder als hij nog een beetje dik is en bevroren, maar ja, ik drink toch gewoon op. En dan ga ik lekker sporten. Nou, het is inmiddels alweer 12 uur. Ik heb wel de video afgeëdit, dus dat is top, want dan is hij nu aan het uploaden. En als ik terug ben van de sportschool, kan ik hem dan online zetten. Het is echt super mooi weer opeens. Zonnetje schijnt helemaal. Maar ik ga dus nu... naar de sportschool toe. Dus ja. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. Gisteren was super gezellig. Lekker sushi gegeten. Hele avond spelletjes gedaan. Dat was echt heel leuk. Ik heb echt een nieuw lievelingsspel. Ik weet even niet meer hoe het heet. Kwakzalvers of zo. Nou, fucking leuk. Het is nu 11 uur. Ik ga nu onderweg weer naar huis. En ik ga vanmiddag even wat lunchen met Bo. Dus dat is gezellig. En ja. Ik ga. Nou, ik ben weer lekker in Amsterdam. Ik heb mijn bed opgemaakt. Zonnetje schijnt heerlijk. Sion en ik gaan nu afwasmachine halen op het oude kantoor nog. Want die
gaan we hier in huis zetten. Het is echt zo'n klein afwasmachientje. Maar ja, wel chill. En vanmiddag ga ik even lunchen met Bo. En vanavond ben ik met Stan. Dus helemaal gezellige dag. Nou, ik ben eindelijk weer met mijn zus. En we zijn lekker aan het lunchen. Eet smakelijk, ziet er echt goed uit. Nou, ik ben gezellig met Stan. We hebben lekker samen gekookt. We hebben lekker champagne. Bam. Heerlijk. En we hebben lekker pastaatje gemaakt. En we hebben ook nog kippenpootjes en broccoli. We hebben echt superveel, maar wel lekker. Nou, eet smakelijk, schat. Voordat ik de weekvlog ga eindigen, wil ik het met jullie nog even ergens over hebben. Ik deel natuurlijk nu al bijna 2,5 jaar mijn leven online. En ja, ik vind het super leuk. Misschien hebben sommigen van jullie mijn Instagram post al gezien. En ik wil nu gewoon even eerlijk zijn met jullie. Gewoon even mijn hart luchten. En eigenlijk ook eerlijk zijn naar mezelf. Ik heb heel lang, eigenlijk denk ik wel gewoon al ruim een jaar, dat ik het minder leuk vind om social media te doen. En dat komt echt omdat het dan een soortje baan is geworden. En ik heb het ooit begonnen omdat het mijn hobby is en dat ik het leuk vind. En ik weet diep van binnen dat ja, dit mijn droom is en dat ik dit heel leuk vind. Maar voor ja, een of andere manier ja, durfde ik dat eigenlijk gewoon soort niet uit te spreken. Ook niet aan mezelf toe te geven. Totdat ik zondagavond eigenlijk met mijn Stan een gesprek had. Dat is mijn vriend van ja, ik voel me eigenlijk helemaal niet gelukkig. Weet je wel, ik ben nu afgestudeerd. Het wordt helemaal de shit. Ik ben afgestudeerd. Ik kan fulltime focussen op mijn socials. Maar het voelt zo leeg. En het voelt zo kut. Ik voel me gewoon zo kut. En het voelt zo goed om het gewoon een keer uit te spreken. En ik heb gisteren al een social media post geplaatst op mijn Instagram. En ik kreeg er zoveel positieve reacties van. En zo lief en zoveel support. En toen dacht ik echt, wow, dit is wel ook weet je waar het voor doet. Maar ik wilde toch gewoon ook nog even in mijn vlog zeggen. Want ja, misschien volgen heel veel van jullie mij niet helemaal niet op Insta. Of hebben jullie het helemaal niet gezien. En veel volgen natuurlijk wel gewoon wekelijks mijn vlog. En daarom wilde ik het gewoon nog even zeggen. Hetgene wat ik voornamelijk het allermoeilijkste vond was wel Instagram. Dat vond ik gewoon echt niet leuk. Ik had zo een standaard in mijn hoofd van het moet zo perfecte plaatje zijn. Weet je wel, iedereen heeft fucking mooie foto's, fucking mooi lichaam. Ik word er zelf zo ongelukkig van om dat heel de tijd te zien en te denken van wow, dit is zo'n mooie foto, waarom lukt mij dat niet, dit en dit. En dat is niet wie ik ben. Ik ben niet iemand van de perfecte plaatjes, ik ben niet het knapste van de wereld. Ja, en dan probeer je dan toch wel een soort na te streven omdat je denkt dat dat moet. Omdat je volgers hebt of zo. Terwijl ik ben daar gewoon klaar mee. Ik wil gewoon delen wat ik leuk vind. Ik vind het een leuke foto. Fuck it, ik deel het. Vind ik iets niet leuk, deel ik dat ook. Wil ik gewoon met jullie laten zien wat een leuk restaurant ik heb uitgevonden. Of wat mijn sportworkout is. Zeg maar, ik heb veel te erg een soort kritisch perfectionisme plaatje in mijn hoofd. Van het moet er goed uitzien, het moet een feed zijn, het moet... Fuck it. Nee, het moet helemaal niks. Het moet helemaal niks. Het is mijn kanaal. Ik kan doen wat ik wil. En ik merkte de laatste tijd ja, dat YouTube ook steeds minder leuk vond. Ik ging met minder plezier mijn video's maken. Met minder plezier mijn video's editen. Omdat het een soort moeten was. En het voelt zo goed om het gewoon te zeggen. En nu heb ik echt zoiets van... Het is het nieuwe jaar. Ik ben er helemaal klaar mee om deze negatieve neerwaartse spiraal te zitten. Nu is het klaar. Nu heb ik het uitgesproken. En vanaf nu ga ik gewoon het weer doen omdat ik het leuk vind. Ik vind het leuk om mijn leven te delen. Ik vind het leuk om content te maken. Ik ben super creatief. Ik hou van videocontent. Ik vind het gewoon allerleukst. Ik hou van mukbangs filmen. Ik hou van om mijn kleding met jullie te laten zien. Dus ja, weet je. Ik ben er gewoon helemaal klaar mee. En ik had gewoon even nodig om even die knop om te draaien. Want het voelde gewoon alleen maar als een last, als een last, als een last. En het werd gewoon steeds erger en erger en erger. En ik voelde me gewoon zo leeg en zo ongelukkig dat ik dacht, wat fuck ben ik nou aan het doen met mijn leven? Wat ben ik nou aan het doen? Ik ben nu afgestudeerd, maar wat fuck ben ik nou aan het doen? Ja, ik kan het soort niet uitleggen, maar... En ik weet zeker dat misschien wel veel meer mensen hier aan kunnen relaten en... Ja, je voelt gewoon zo druk en dat het leuk moet zijn, dat het leuke content moet zijn. En ja, het is soms gewoon een beetje, ja, het is gewoon heel lastig uit te leggen. Maar ik wil gewoon eerlijk met je zijn. Jullie weten dat ik altijd eerlijk ben. En eigenlijk heb ik het niet eerlijk tegen jullie zijn. Omdat ik het voor mezelf ook een soort,
ja, ik deed in mezelf alsof het niet waar was. Omdat ik niet wilde dat het waar was. Omdat ik hiermee door wil gaan. Omdat ik hier niet mee wil stoppen. Maar als ik er door was gegaan, dan was ik misschien wel gestopt. Omdat ik het gewoon echt niet meer leuk vond. Dus dat is eigenlijk gewoon even wat ik met jullie wil delen. Heel lang verhaal. Je kan ook misschien nog even mijn Instagram post lezen. Daar vertel ik het misschien wat duidelijker of zo. Het is soms gewoon moeilijk te verwoorden. Maar ja, dat jullie dat weten. Ja, alsnog bizar hoeveel mensen gewoon zoveel lieve berichtjes sturen. En zo supportive altijd zijn. Ik hou zoveel van jullie. Dat beseffen jullie echt niet. Ik vind het ook altijd zo leuk om jullie te ontmoeten. Dus als je me ziet, alsjeblieft loop naar me toe. Want ik vind het zo leuk om met jullie in gesprek te gaan en zo. Dus ja, dat was gewoon even een zegje. Ik hoop dat jullie het begrijpen. En vanaf nu komt er juist alleen maar leuke content. Want ik heb alleen maar meer zin om leuke content te maken. En ik weet dat jullie mukbangs leuk vinden. Ik vind mukbangs leuk. Dus daar gaan we ook gewoon lekker mee door. We gaan ook door met weekvloggen. Maar ja, ik moest gewoon even dit kwijt. En jullie laten zien. Ik kreeg zoveel berichten van, oh my god, je leven ziet er zo leuk uit. En dit en dit en dit. Je weet soms niet wat er in mijn hoofd omgaat. Want voor mijn vriend dacht ook. Je hebt echt een leuk leven. Je vindt het helemaal leuk. Maar in mijn hoofd voelde ik me eigenlijk fucking kut over alles. Dat is toch heel raar. Dus ja, dat jullie het weten. Niets is wat het lijkt. Altijd zo. Heel cliché. Maar het is gewoon echt zo. Dus even een reality check. Maar ja, dat eigenlijk. Love you. Hallo allemaal. Het is inmiddels alweer maandag. Gisteravond was super gezellig. Ik heb met Stan even Vampire Diaries gekeken nog. En daarna eigenlijk zijn we gaan slapen. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar de vlog. Hopelijk vond je het leuk. Vergeet je curl niet te supporten. Door een duimpje omhoog te geven, mij te abonneren en dan zie ik jullie heel snel weer. Doei! Yes, I'll be on my way now.